Een deel van de ICT-werkzaamheden bij ASML wordt uitbesteed. Het gaat onder meer om de helpdesk, het werkplekbeheer en ICT-onderhoud. Volgens vakbond FNV zijn daar zo'n 80 banen mee gemoeid. De taken worden uitbesteed aan onder meer IBM en Data Consultancy. De bedoeling is dat de 80 medewerkers bij die bedrijven aan de slag gaan. Het is niet duidelijk of de banen voor de regio behouden blijven. Een deel van de taken wordt mogelijk in India ondergebracht. Andere grote bedrijven besteden hun ICT-taken ook uit, onder meer Philips en NXP.